Nee, we zijn live. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Welkom voor Ontbijt TV met Hansje en Thorsten. Oh nee, dat zou ik niet meer zeggen, hè? Dat was het, zeg maar, het grapje. Dat ga je niet zeggen live. Nou, nee. Bij deze, ik heb het niet gezegd. Je hebt het niet gehoord. Nou, ik heb het niet gehoord, maar laten we wel het tweede grapje maken. Dit is Hansje Kok en Thorsten Bakker. En wij staan in de keuken van zichtbaarheid in 2024 met AI. Dus dat gaan we doen ook. Je voelt hem, hè? Kok en Bakker. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Wat is ons recept van vandaag, Hansje? Het recept van vandaag gaat helemaal in op wat zichtbaarheid is. En zichtbaarheid hebben wij wel een beetje neergezet als zijnde. Ja, wat is nou het allerergste omtrent zichtbaarheid? En dan kwamen we eigenlijk op de eerste stelling. En dat is, wat als de dood bent voor zichtbaarheid? Nou, wij zitten hier ons zo ons best te doen. Weet het, wat nou als je als de dood bent voor zichtbaarheid? Hebben wij dat ooit gehad? Ik wel. Nee, vertel. Dat willen we weten. Kom op. Nou ja, weet je wat het is? Toen jij mij leerde kennen. Ja. Toen durfde ik eigenlijk nog niet zo heel erg goed mijn camera aan te zetten als we in een Zoom waren. En zullen we even uitleggen dat wij elkaar hebben leren kennen? Want anders denkt iedereen dat wij elkaar... En toen zaten we in die bar en toen... Nee. Ja, inderdaad. Ja, dus laten we even... Hè, ik bedoel, jij bent netjes getrouwd, ik ben netjes getrouwd en dergelijke. Vertel even hoe we elkaar hebben leren kennen voor de mensen die dat niet weten. Want dat geeft meer context aan het verhaal, denk ik. Ja, nou ja, wij besloten denk ik een aantal jaar geleden om ons eigen bedrijf op te starten. Alleen, wij waren zo slim om te bedenken dat we dat niet helemaal zelf konden. En dat we daar dan graag hulp bij zouden willen hebben. Dus wij zijn eigenlijk ingestapt bij een... een business mentor, zoals je dat dan noemt. En dat was in dit geval Hugo Bakker. Geen familie. Geen familie, inderdaad. Nee. Ja. En wij kwamen elkaar tegen bij een Q&A. Die ging over zijn manier van zijn mentorschap. En hoe je dat dan, zeg maar, zou aanvliegen voor je bedrijf. En... Ja, wij raakten eigenlijk instant met elkaar in gesprek over veerkracht en allerlei onderwerpen. En dat was eigenlijk alsof we aan het thuiskomen waren met elkaar. Het is ook nooit meer overgegaan, de vriendschap bedoel ik dan, hè? We komen nog steeds heel graag bij elkaar thuis. Via Zoom eigenlijk altijd. Via Zoom, ja. Ja, wij zijn best wel digitale vrienden. Juist. Maar... net zoals dus onze business mentor deed ook heel veel dingen eigenlijk volledig online. Dus dat betekende ook dat je dan aanwezig was binnen een Zoom. En als je dan in die Zoom was, dan heb je de mogelijkheid om je geluid uit te zetten en je camera uit te zetten. En dat deed ik veelvuldig. Want stel daarvoor dat ik gezien werd. En dan wil je toch je bedrijf opzetten. Maar op dat moment was het zo belangrijk voor mij om... niemand te belasten met mij. Laat mij maar vooral niet zichtbaar zijn. Dus ik kroop heel snel weg. Alleen, wij hebben wel een business mentor gekozen die dan zei... Ja, ik heb je vandaag nog niet gehoord. Zet de camera aan. Zet de camera even aan. En, hoe gaat het ermee? Je had leuke dingen bedacht. Heb je die ook bereikt? En dan met hakkelende en stotende woorden. En en dan toch boeien, rood van blozen. En een soort van, ja, eigenlijk onderstand sterven. Zo voelt dat dan voor mij altijd. Dan denk je, oh. En dan probeer je er toch nog een paar woorden uit te gooien. Dus eigenlijk zo begonnen. Het is echt... Dus helemaal niet... en ik drukte op play en toen dacht ik... Hey, leuk, ik ben live. Laat ik gewoon iets gaan kletsen. Dat was niet helemaal aan de orde. Dus zo'n traject heb jij ook gelopen, toch? Nee hoor, bij mij ging het allemaal helemaal vanzelf. Helemaal niet. Nee, weet je, we zaten natuurlijk bij Hugo Bakker en dan heeft hij onder andere een hele besloten groep waar je dan met alle coaches in zit. En dan zegt hij op een gegeven moment, nou, dan doen we nu als oefening om te gaan met sociale media.
pak je telefoon en spreek een videootje in waarin je even zegt, ik ben die en die en ik zit hier voor dat en dat. Mm-hmm. En dat moest dan live doen tijdens de Zoom meeting. En dan ging hij direct bij hem in de besloten groep kijken om te zeggen, oh, wat doe je dat leuk en dankjewel dat je er bent en dat ik dan maar. Ik heb er 3 dagen over gedaan. Ik had er echt zwetende oksels van. Vochtige bilspleet. Echt verschrikkelijk. Lichaamsvocht op allerlei plaatsen. Maar ik dacht dat het nooit zat. Ook hier. Het was ook gewoon te zien. En toen heb ik dus een videootje opgenomen. En dan zeg ik videootje opgenomen. Maar ik heb het gewoon 9 keer opnieuw moeten doen of zoiets dergelijks. Want ik dacht iedere keer wat stom en dit en zus en zo. En dat was eigenlijk het eerste keer dat ik in een hele veilige besloten omgeving, dat was ook eigenlijk het ergste. Maar je gaat de hele tijd maar denken, oh. En dan krijg je dus allemaal berichtjes onder, oh Torsten, wat leuk dat je er bent. En oh, wat fijn. En wat doe je dat goed voor woorden. Dan denk ik, oh. Dus dat is echt ontzettend grappig om te zien. Maar we zijn verder gegaan. Nou ja, ik wil daar nog wel heel even op inhaken. Want, ja, dat doe dat. Haak je op in. Daarvoor zitten we bij elkaar. Ja, want ik denk dat iedereen die zichtbaarheid wil gaan uitoefenen op socials zoals wij dat dan doen, tegen hetzelfde aanloopt. Dat je eerst schrik je van je stem. En dan schrik je van hoe je eruit ziet op camera. Dan maak je te rare bewegingen. Dan trek je net altijd die wenkbrauwen op waarvan je denkt van, hoe kan het nou dat ik iedere keer dat doe? En dus voordat je eigenlijk je neutrale zelf bent op zo'n camera, dat duurt gewoon een hele tijd. En dat is ook iets wat je eigenlijk gewoon moet blijven oefenen. En ook mijn eerste filmpjes die ik maakte, stond ik zeg maar met zo'n rode microfoon, weet je wel, dat speldje en mijn camera voor mijn neus. En dan proberen een goede achtergrond te vinden en dan maar kletsen. Hallo, ik ben Hans Kok. En dat klinkt dan allemaal zo gemaakt in het begin, dat je denkt, ja, ik ben Hans Kok en ik ga nu voor jullie vertellen. Nee, volgende. Weg en dan ga je weer. Oké, hoi, ik ben Hans Kok en ik sta hier. Oh ja, dat is helemaal niet belangrijk. Nou, volgende. Hoi, ik ben Hans Kok en ik ga iets vertellen over mijn bedrijf. En oh god, wat was mijn bedrijf ook weer? Hup, volgende. En ik denk dat iedereen dit verhaal gewoon kent. Want zo gaat het gewoon. Je gaat echt. En dat doe je gewoon de eerste keer, doe je het 50 keer. En dan denk je, oké, ik ben niet tevreden. Maar goed, God zegen de greep. Want je denkt ook meteen dat je gezien wordt door 500.000 mensen. Want iedereen kent jou natuurlijk instant als je een filmpje hebt gemaakt. Maar dat is helemaal niet zo. Dus het is echt de groei die je doormaakt, die gaat ook naar het aantal mensen dat je kent. Dus de eerste keer reageert alleen je zus of je partner of je kind die zegt, ik heb je gezien en kan nog wel beter. Of wel leuk dat je het doet. Dat vind ik altijd zo'n dooddoener, hè? Wel leuk dat je het doet. Dat is ongeveer hetzelfde als dan sta je in de winkel. En dan ga je, laten we even jou nemen, een jurk passen. En dan denk ik ben helemaal blij mee. En dan kom je buiten en zeg je, oh, wat een leuke jurk. Hè? En dan zegt iemand, ja, maar mij zou er niet staan. Ja. Dat is exact dezelfde categorie. Dodelijk. Absoluut. Ja, dus, maar het is even om aan te geven dat je dus zeg maar zo'n heel traject hebt af te leggen om zichtbaar te worden. Dus ons traject begon in 2021, denk ik. Even uit mijn hoofd. Het was, ja, klopt, ja. En nu zitten wij redelijk ontspannen hier eigenlijk dit te vertellen. Maar dat heeft echt dat eerste stapje van zet een keer je camera aan, kijk erin en zeg eens iets. Tot, oké, waar gaan we het eigenlijk over hebben? Hoe kunnen we een masterclass doen? Hoe kunnen we echt iets overbrengen aan mensen? Dus daar zit gewoon een heel traject in. Dus probeer ook niet, als je nog nooit zichtbaar bent geweest, meteen,
zo'n masterclass neer te zetten lijkt mij niet de meest praktische stap. Maar daar komen we later op terug in de tips. Kan ik één aanvulling maken? Zeker. Wat bij mij heel erg heeft geholpen, is dat ik het voor een ander ging doen. En daar waren twee dingen. Het eerste is, ik had iemand in mijn omgeving, Jolanda Jacobs, die was aan het eind van haar leven gekomen en de familie vroeg toen van, zou je een videootje kunnen inspreken en iets met wat herinneringen doen? En die handschoen heb ik toen opgepakt door te proberen om elke dag een videootje van 3 minuten of zoiets ergens in te spreken. En het grappige is dat als je het voor iemand anders moet doen, ja, dan kan dat wel. Mm-hmm. En dan heb je opeens die inspiratie en dan probeer je, ondanks het feit dat het iemand is die in de terminale fase zit, dat je daar toch een lach aan probeert toe te voegen. En warmte en mensen te raken. En dat heeft mij toen heel erg getraind. Want ja, de eerste 6 films had je weer, dat kan je niet zeggen. Maar daarna ging dat gewoon. Dat is het eerste. En het tweede is, wat we misschien ook even moeten vertellen, is dat wij Merlin, oh, met die hele mooie naam. Oh, je hebt zo'n mooie naam, jongen. Merlin. Oh, echt prachtig. Goedemorgen. Het andere is wat we even moeten vertellen, is denk ik dat we op een gegeven moment in de coachgroep van Hugo Bakker zijn begonnen met een LinkedIn Audio Live. We hebben toen wat acties gehouden. En toen zijn we à la Clubhouse met onze collega's op LinkedIn live gegaan. En dat was best wel spannend. Maar het had één voordeel. Je werd niet gezien. Dus dat was wel heel fijn. En het was weg. De live audio die werd gestreamd. En dat was het. Mm-hmm. En daarna zijn we begonnen met de Summer Summit. Waarbij de ondernemers ook op video hebben geïnterviewd. Maar dan waren we altijd ten dienst van iemand anders. En maar hartstikke gaaf. Ik ben blij dat je dat weet. Want heel veel mannen weten niet van wie ze zijn genoemd en wat hun naam betekent. Dus dat is mooi. Het tweede is dat we tijdens de Summer Summit van de zomer zijn we echt dagen achter elkaar elke dag live geweest. En natuurlijk de afgelopen december, toen hebben we iets van 42, 40, 38 ondernemers geïnterviewd. Ja, volgens mij iets van 45. Oh, 45 zelfs, kun je nagaan. En dat was in marathon-uitzendingen, gewoon 3 dagen, 3 hele dagen. En dat was echt ontzettend leuk om te doen. En toen dachten we, nou ja, we hebben nu wel de zenuwen afgelegd. We hebben ons in alle voorgaande uitgaven hebben we ons ten dienste geplaatst of gehouden van anderen. Dus nu kunnen we ook iets anders gaan doen. En ja, wij kwamen erachter dat we zelf ook best wel over onderwerpen iets kunnen zeggen. Ja. En dat mensen dat interessant vinden. Dus dan kom je toch uiteindelijk erop uit dat we dan gewoon denken, nou leuk, dan gaan we samen nog even door. En ik moet eerlijk zeggen dat het echt dat je goed voelt. Je gaat 's morgens zien we elkaar, dan is het ook echt vertrouwd. En je gaat niet meer heb jij nog dat zweet op je voorhoofd staan? Ik niet meer. Nee, want ik gebruik talkpoeder. Oké. Okay. Dus dat komt en over die bilspleet willen we het niet meer hebben. Nee, daar gebruikt het talkpoeder niet op. Nee, dat is inderdaad zo. Dat hebben we niet meer. Maar dat komt ook omdat we ook gegroeid zijn in de samenwerking. Dat we gewoon de juiste dingen neerzetten en het gewoon doen. Dus dat gaat helemaal goed. Nou, dan komen we denk ik bij het tweede punt. Hè? Welke voordelen heeft zichtbaarheid? Welke voordelen heeft zichtbaarheid? Voordelen, toch? Nou, er zijn ontzettende voordelen. Er is 1 heel belangrijk voordeel op deze tijd. We hebben het de hele tijd over natuurlijk zichtbaarheid met AI. AI gaat echt ons leven, of is ons leven aan het veranderen. Niet iedereen heeft dat door. Een van de dingen of een van de partijen die heel erg aan het investeren zijn op AI is Google. We kennen natuurlijk omdat we Google Search doen. We zoeken op afvallen. Kijk, zo slank je mee geworden. En vervolgens krijgen we allemaal zoektermen en websites en dat soort dingen.
Maar dat gaat echt dit eerste kwartaal heel erg veranderen. De eigen content wordt naar beneden gedrukt. En eerst krijgen we de advertenties. Dan krijgen we de AI. En dat heet dan bij Google Bard suggesties. En dan pas krijgen we de organische zoekresultaten. Helemaal onderaan de pagina. Waardoor de kans dat erop geklikt wordt dus heel erg minder wordt. Dus als je nou op dit ogenblik zichtbaar wilt gaan worden op sociale media, dan gaat het heel erg helpen om gevonden te worden. Want eigenlijk heeft YouTube, LinkedIn, Facebook en TikTok bijvoorbeeld, Instagram ook, hebben eigenlijk allemaal hun eigen zoekmachines. En je zult merken dat je de doelgroep die jij bedient, dat die ook daar aan de gang gaat. En het voordeel van die zichtbaarheid op sociale media is dat het vluchtig is. Weet je, je bent een van de berichten, een van de video's, een van de in zo'n kanaal. Maar als het gaat om jouw merk neer te zetten, om jezelf neer te zetten, ja, dan is dat gewoon hartstikke leuk. En het leukste is, en dat zien we ook weer met Merlin Weber, die kende jij en ik persoonlijk niet. Maar hij was er vorige week, was hij er ook. En wat hij, wij, nou ja, kenden hem nu. Dus je leert hele nieuwe mensen kennen, die jou ook weer leren kennen. En dus je krijgt een ontzettende grote schaal van verbinding op de meest gekke manier. Nou, en dat is gewoon hartstikke leuk. Zeker. Ja, echte connectie. Ik bedoel, het woord verbinding is natuurlijk echt gewoon heel belangrijk dit jaar. En zichtbaarheid zorgt ervoor dat mensen verbinding met je kunnen maken. Als je onzichtbaar blijft, is dat veel ingewikkelder. Want dan weten mensen niet met wie ze connectie moeten maken. En had jij over dit onderwerp nog iets te zeggen? Nou, ik zie in de comments staan dat Merlin die heeft een goede opmerking. Dat je die misschien even nog in beeld kan brengen. Hij wordt zelf op Instagram en YouTube zo'n 1,7 miljoen keer per jaar per maand gezien, neem ik kwalijk. En dat is heel erg leuk, want hij maakt dus content om mensen te helpen bij rijlessen of om bij te blijven. Nou, en weet je wat nu het grappige is hiervan? Is dat hij ook iets zegt wat heel belangrijk is. En het belangrijke is, want ik doe het niet zozeer om nieuwe klanten te krijgen, maar wel om gewoon er te zijn. En dat is eigenlijk, denk ik, heel erg belangrijk bij sociale media. Hij wil allemaal meteen scoren. Maar ook Merlin Weber is gewoon met 0 kijkers begonnen. En heeft dat op die manier opgebouwd. Dus je moet echt gaan voor een korte termijn inspanning met een lange termijn resultaat. Mm-hmm. Zeker. Echt, ik zeg zulke verstandige dingen. Ik ga er een webshop mee maken met Delsblauwe tegeltjes. Dan komt dat helemaal goed. Dus dat komt goed. Grapje. Dus, ja, haha. Ja, je was technisch bezig, hè? Ja, jongens, even Hans in de technische kant, hè? Het zit wel een beetje leuk te zijn. Dus voor de rest niks. Ja, dus dan ben ik heel af en toe seconden afgeleid. Ja. Even denken. Wil jij nog iets zeggen over dit onderwerp? Of zeggen we gaan naar het onderwerp waar jij echt iets over te zeggen hebt. Welke voordelen heeft onzichtbaarheid? Hier komt het kanon van de sociale media. Met alle interessante opmerkingen over welke voordelen heeft onzichtbaarheid. Nou ja, er is voor onzichtbaarheid een heleboel te zeggen. En de reden waarom we natuurlijk zeg maar liever verkiezen om onzichtbaar te blijven is omdat we heel graag de bescherming aantrekken van die onzichtbaarheid. Want we willen graag veilig blijven. Als je onzichtbaar bent, kunnen mensen niet zomaar een oordeel over je vellen. Of ze kunnen niet zomaar zeg maar iets over je gaan zeggen. En dat schept gewoon zeg maar een basisveiligheid waarin je gewoon beschermd voelt. Mensen die wat onzichtbaarder blijven, zijn over het algemeen best wel degene die heel erg graag observeren of juist luisteren. En dat kan ook veel beter dan als jij zeg maar op de voorgrond staat. Dan ben je namelijk bezig met zenden en veel minder met ontvangen. Dus ook in dat opzicht is onzichtbaarheid gewoon een ontzettende kracht.
het heeft ook een enorme kracht op, zeg maar, je eigen ontwikkeling. Als jij altijd op de voorgrond bent en je bent altijd aan het zenden en je bent zichtbaar en zichtbaar en zichtbaar, is het veel moeilijker om tot je eigen, ja, terug te komen en naar binnen te keren en even bij jezelf stil te staan. Dus het voordeel is ook echt gewoon om naar binnen te gaan, naar binnen te keren. Dus het mooiste is als je daar natuurlijk een balans in vindt. Dus voor onzichtbaarheid is ook echt wel behoorlijk wat te zeggen. Het is soms ook strategisch in te zetten om een beetje onzichtbaar te zijn. Want als je het strategisch inzet, doe je net even alsof je er niet bent. En je kunt onderweg, kun je dus aan de achterkant kant, kun je heel veel neerzetten al. En dan opeens ben je er en dan staat ook alles. Dus het is ook wel mooi om af en toe die momenten te nemen waarin je wat minder zichtbaar bent. Waardoor mensen ook zich gaan afvragen, hè, wat doe je nou? En als je dan terugkomt, dan zijn ze ook weer meer aangehaakt. Ik denk dat dit wel een beetje is wat ik echt wilde zeggen over de voordelen van onzichtbaarheid. Gebruik jij toevallig een aantal voordelen van onzichtbaarheid? Ja, wat ik me net realiseer is, ik ben eigenlijk een introvert. Dus ik heb, introverts schijnen meer te hebben met schrijven. Nou, dat doe ik ook, dus dat weet je. Maar tegelijkertijd is dit niet mijn natuurlijke staat van zijn. Maar ik heb me wel, en dat is heel, heel erg belangrijk, want wat zou je tegen mensen die zeggen van, ja, ik ben een introvert, dus dat zou niks voor mij zijn. Wat zou je dan zeggen? Want een introvert wil onzichtbaar zijn. Nee, een introvert wil niet onzichtbaar zijn. Dat is denk ik een misvatting. Ik denk dat een introvert wil weten waar die zijn energie komt niet zozeer uit het, zeg maar, op de voorgrond staan en veel interactie met mensen. Maar een introvert heeft wel heel veel te vertellen. Dus die zou veel beter kunnen kiezen, bijvoorbeeld om een filmpje op te nemen waarin die gewoon heel rustig dingen uitlegt en dat dan online zet. Dus ik denk dat de manier anders is, maar ik denk dat een introvert niet zozeer veel meer moeite hoeft te hebben met zichtbaar zijn dan een extrovert. Okay. Want een extrovert kan zich ook geremd voelen. Die kan ook denken allemaal van dat soort dingen die hij in zijn hoofd heeft van, ja, maar stel voordat ze me zien en bla bla. Een extrovert is iemand die zijn energie haalt uit de buitenwereld. Dus en in de interactie met mensen. Dus ja, die zou je dan veel meer een soort van podium geven waarbij die in een panel zit of waar daar in ieder geval mogelijkheid tot interactie is. Dus het is denk ik meer de manier en de vorm die je kiest dan of je extrovert of introvert bent. Oké, ik zou wel willen zeggen dat op dit ogenblik, als je zou zeggen, ja, ik vind het wel fijn om niet zo zichtbaar te zijn uit de privé situatie, weet ik het allemaal, wat je allemaal doet. Je hoeft niet alles te vertellen. Je hoeft niet alles te vertellen. Je kan ook gewoon een stukje vertellen. Maar zorg wel altijd dat je iets vertelt waarbij je je echte zelf bent. En we praten de hele tijd natuurlijk op dit ogenblik. Dit zijn afleveringen in een serie over zichtbaarheid met AI in 2021. Maar de AI is niet alleen de artificiële, dus de kunstmatige intelligentie. Maar ook de AI staat ook voor authentieke intelligentie. En dat is de menselijke kant die er is. Ik hoorde gistermiddag was bij een presentatie over dit, tenminste over AI. En toen zei iemand, het is natuurlijk zo dat AI heel erg goed zou kunnen zijn in het beoordelen van röntgenfoto's of wat ik het om diagnoses te helpen stellen. Dat is hartstikke goed, daar moeten we ook zeker voor inzetten als dat helpt om een grotere kans van afwijkingen in de hersenen, of weet ik wat, te zien die wij als mensen niet zouden kunnen zien. Het tweede is alleen, AI moeten we daarvoor inzetten. Het tweede is alleen, wie gaat mijn hand vasthouden in dat ziekenhuis? En daarvoor hebben we de mens nodig en dat is die authentieke intelligentie. En
Die authentieke intelligentie helpt erbij om zichtbaar te worden. Wees gewoon jezelf, niet meer en niet minder. De rest van de wereld is al gek genoeg, maar jij bent goed genoeg om dit te doen. Ja, maar ik vroeg me dus echt af de voordelen van onzichtbaarheid. Ja. Heb jij die ook ontdekt? Want ik ben heel lang in mijn leven heel erg onzichtbaar geweest. En dat heeft mij inderdaad echt opgeleverd dat ik ontzettend goed kan observeren en dat ik heel goed kan luisteren. Dus het is dus niet alleen maar een belasting om onzichtbaar te zijn. Dat is eigenlijk een beetje wat ik... Nee, dat klopt, ja. Ik herken wat je zegt. Ik herken wat je zegt en... Ja, dan weet ik dan niet of dat dan te maken heeft met onzichtbaarheid op sociale media. Jij in het begin deed op sociale media, dat is een vorm van onzichtbaarheid. Jij reageerde op anderen. Doordat je de artikelen las, doordat je een vriendelijk woord eronder zette of even goeiemiddag zei. Dat is eigenlijk die onzichtbaarheid die ik eigenlijk bedoel. Want dan ben je dus niet zelf zichtbaar. Je bent ten dienste aan de zichtbaarheid van iemand anders. Maar je observeert, je luistert, je kijkt, je leest en je geeft dingen terug. Dus in dat opzicht, als je dus niet zo heel erg verkiest om in die openbaarheid zichtbaar te zijn, is onzichtbaarheid is ook zeker een bijdrage op die manier. Nee, absoluut. Absoluut. Alles wat je beschrijft is, herken ik me helemaal zelf in. Ja. En je hebt het beter samengevat als dat ik het zelf zou kunnen doen. Dus helemaal geweldig. Ja, dus vandaar dat ik dus, ik herken mijzelf meer in de onzichtbaarheid dan in de zichtbaarheid. Afgezien dat nu een beetje aan het kantelen is de laatste tijd. Maar ik herken mij ook meer in het, dat ik toch meer de observerende kant pak. Of net eventjes achter de schermen doe ik heel veel werk. Dat je dan met mensen praat en zegt, oh, je kunt het wel. En dan, weet je wel, ik vind dus in de onzichtbaarheid hangt dus ook de kracht. Even aanvullend uit wat mij nou gisteren gebeurde. En daar moet ik dan echt heel even in schakelen. Dan denk ik echt, oh, was ik maar niet zo zichtbaar. Dan vind ik het fijn om onzichtbaar te zijn, zeg maar. Ik loop daar de zaal dus in. Om degene die mij heeft uitgenodigd, me even te begroeten, een handje te geven enzovoorts en te feliciteren. En dan loop ik dus terug en dan wil ik een kopje koffie pakken. En dan word ik door mensen aangeklampt die ik niet ken. Maar die mij dan kennen van, oh, maar ben jij niet van LinkedIn? En dat is echt, daar moet ik echt ontzettend van wennen. En wat ik dan helemaal vreselijk vind, is dat iemand zegt, ja, ik heb laatst nog je bericht geliked. En dat ik dan niet weet, oh, ben jij dat? Dus dat is wel iets... dan denk ik bij mezelf, god, het is gewoon toch ook gewoon lekker om even op die stoel te gaan zitten. In plaats van dat iemand, want ze denken namelijk dat ze zich echt kennen. Maar ze zien een stukje van je. En dat is, dan ben ik wel even blij dat ik, dat ik kanonnen zeg. Dit was een paar maanden terug, was dit toch wel anders. Zeker. Ja. Ja, maar ik denk ook dat als je beweegt zoals wij ons bewegen, dat wel een iets is dat er natuurlijk bij die ontwikkeling hoort. En ook iets dat bij die ontwikkeling mag horen. Want dat is natuurlijk uiteindelijk ook wel wat je wil bereiken. Dat mensen denken, oh ja, jij hebt iets interessants te zeggen daarover. Dus ik wil eigenlijk wel even luisteren. Ja. Ik wil nog even over die onzichtbaarheid. Want ik ben dus... Mijn eerste zichtbaarheidsstappen heb ik niet gezet eigenlijk in op socials. Die heb ik gedaan binnen een podcast. Dus ik ben eerst gaan podcasten. Dus ik ben eerst audio gaan maken. En gaan praten over dingen. En dat is dan ook nog een beetje anoniem. Maar ik vind het nog steeds heerlijk. Het is echt mijn medium. Ik hou echt ongelooflijk van podcast. Dus ik ga daar zeker nog mee door. Maar dat is ook een beetje meer weer die... Niet de zichtbaarheidshoek zoals wij hem dus nu doen.
Maar meer de indirecte kant. Ja. Ik wens je een mooie dag, Merlin. Ik heb een kikker. Ja, ik wens je een mooie dag, Merlin. Dank je wel dat je hierbij was. En je prachtige... zit helemaal van vol, hoor ik. Ja, echt helemaal. Oké, we gaan tot de volgende keer zeker. Hartstikke leuk dat je erbij was. Weet het, die podcast is natuurlijk ook veilig, want ze zien je niet. Klopt. Dus dat gaat goed. Zullen wij naar het volgende punt gaan? Ja. Waar begin je met zichtbaar worden? Nou, bijvoorbeeld, zichtbaarheid is dus niet dat je met je hoofd hoeft te staan. Je kan ook gewoon inderdaad een podcast doen. En dat is erg goed om te beginnen. Wij zijn begonnen met LinkedIn audio live. Nee, jij vergeet een stap. De allereerste actie die wij hebben gedaan. En dat is echt tot nu toe nog terug te kijken. Echt als je op onze tijdslijnen terug. Gaan we niet terugkijken. Dat gaan we niet terugkijken. Ik snap niet wat je wil gaan zeggen. Ja. Wij hebben eerst een filmpje gemaakt. Die hebben we gemaakt binnen Zoom. En toen gingen we, omdat het ook vanwege een actie was, gingen wij mensen in het zonnetje zetten met wat wij zeiden. Op een soort van humoristische manier. En dat filmpje heb jij echt gewoon kapot geëdit. Zodat alle utjes, aatjes en dingetjes en alle gekke dingen eruit waren. Wat het eigenlijk alleen nog maar komischer heeft gemaakt. En die hebben we toen op Facebook neergezet. Kregen we waanzinnig leuke reacties op. Maar dat was onze eerste zichtbaarheidsactie die we hebben gedaan samen. Een vooropgenomen filmpje binnen Zoom dat we geëdit hebben. Wat we toen hebben gedaan, is want anders is de humor weg. We hebben onszelf, je moet je voorstellen dat je dan bijvoorbeeld een zaal zag met allemaal lege schilderijen. En toen zaten we zelf in die schilderijen en dan ging ik iets vertellen over andere mensen of andere coaches. Dat was altijd heel erg komisch, dat was inderdaad heel erg komisch. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen, ja. Omdat wij toen lol hadden daarin. Huppakee, ja, dus zeker. Dat is goed. Maar waar begin je nou met zichtbaar worden? In Engels plaats, kies een boodschap die je leuk vindt. En dat hoeft helemaal niks moeilijks te zijn. Als jij gisteren in de regen of in de sneeuw of weet ik wat, en dat doet je aan iets denken, praat daarover. Jongens, het medium is vluchtig. Het tweede is, doe het op een van de kanalen waar jij je thuis voelt. Ja. Dat is echt gewoon absoluut. Absoluut. Dus als jij denkt van, nou, ik vind het leuk om op Instagram iets te doen, dan doe je op Instagram. Als je meer met video hebt. Sorry? Ik denk ook dat het heel erg belangrijk is dat je voor jezelf gaat kijken van waar voel ik mij comfortabel bij? Of waar wil ik comfortabel in worden? Want dat is natuurlijk ook wat je. Is dat film? Is dat live? Is dat bloggen? Is dat veel meer podcast? Dus het is denk ik de vorm ook kiezen die je wil. En dan kom je ook vanzelf ergens uit. Als jij echt onwijs van humor houdt en je vindt het heel erg leuk om een boodschap heel compact te maken. Ja, weet je, ga naar TikTok. Echt miljoenen mensen hangen daar. Dus je hebt een heel groot publiek. En als dat echt gewoon is wat jij leuk vindt, doen. Hou je veel meer van interessante verhalen delen en wil je graag dat die op een serieuze manier gelezen worden? Ja, start dan gewoon een blog in LinkedIn. Dan heb je echt gewoon de luisteraar. Je hebt de mensen die het lezen. En dan kun je altijd nog zeggen van, joh, ik ga een keertje op LinkedIn live om te bespreken wat ik heb geschreven. Of ga iemand interviewen. Dat is echt een van de meest makkelijke manieren en ik denk ook heel belangrijke manieren om jezelf en de ander goed neer te kunnen zetten. Dus ik denk dus dat het heel belangrijk is dat je eerst ook uitzoekt wat voor jou belangrijk voelt. Dus qua manier om naar buiten te komen. En meteen gewoon klein, maak het niet meteen groot. Nee. Een minuut bij wijze van spreken is al genoeg als je dat kan doen. En doe het gewoon. Dat is echt waar het om gaat. Doe het gewoon. Dus begin met zichtbaar worden. Kies jouw onderwerp. Hou het klein. Kleine stapjes. En je zal er steeds comfortabeler in worden. Ga van uit je comfortzone. Ga van de weerstand en de leerstand.
En je zal zien dat je gewoon... Misschien ben jij wel degene die straks ontzettend leuke dingen kan vertellen. Doe het. Ja, zeker. Dus waar begin je met zichtbaar worden? Dat is dus eigenlijk even samengevat. Kijk waar je eerst veilig in bent. Wat je leuk vindt om te doen. Kijk naar het platform waar je iets mee hebt. Ga dan kleine stapjes zetten. En als je het niet alleen kan, vraag dan hulp. Wij zijn ook samen begonnen. Dan heb je toch een beetje houvast aan elkaar. Je hoeft het dus niet alleen te doen. Maar wat je niet moet doen is, denk ik, de ene cursus na de andere aanschaffen over hoe je, zeg maar, video's moet editen en dat soort dingen allemaal. Ga eerst maar eens een video maken. Ja. En dan hebben we het niet over dat je een intro moet hebben met een titel erin enzovoort. Doe het gewoon. Klaar uit. Ja, want zoals we al zeiden, in het begin is je bereik de buurvrouw, je kind en zeg maar een verdwaald familielid. En daarna zeg maar krijg je nog twee andere mensen die denken van, goh, interessant. En vervolgens breidt het zich langzaam uit en die groeien dus vanzelf met je mee. Dus ja. Hoe meer jij het doet, hoe meer jij ook je boodschap duidelijker krijgt, hoe meer jij je boodschap duidelijk hebt, hoe meer je mensen aantrekt die op die boodschap aangaan. En dan ga je vanzelf groeien. En daarin ga je dus ook die stevigheid krijgen. Het zou voor ons ook nu utopisch zijn om te zeggen van, we hebben de kwaliteit van bijvoorbeeld een Aramie Karambidian die zeg maar elke dag live gaat op LinkedIn. Dat is zeg maar, één, willen we het ambiëren? Dat is natuurlijk de vraag. Maar weet je, hij doet het al zoveel dagen. Wij kunnen daar nog niet aan tippen. Nee, maar je moet ook vragen van wil je dat? Kijk, we hebben onze eigen kwaliteit. Hij heeft zijn eigen kwaliteiten. En hij doet het op een heel andere manier. Maar het gaat mij meer om dat als je zeg maar zo'n beeld voor ogen hebt. Het moet dat zijn of ik moet daar naartoe. En dat je daardoor eigenlijk al jezelf blind staart en daardoor niet begint. Dus dat is een beetje wat ik bedoel. Ja, klopt, ja, dat klopt. Dat klopt. En dat, ja, en ook Aramiek is ergens begonnen met een keer live gaan. En je moet, ik kan iedereen aanraden om een keer naar hem te luisteren, want hij is ontzettend leuk, echt waar. Zeker. Je krijgt echt een doos energie van hem, daar word je helemaal eng van. Dat is echt, en de tips en trucs vliegen je om de oren, dus het is altijd interessant. Dus bij deze. Oké. Okay. We gaan naar de laatste? Ja. Oké. Okay. En wat is nou ons nummer 1 geheim van zichtbaarheid? We hebben het stiekem al een paar keer verklapt. Wist je dat? Ja. Nee, ik zeg het niet, dus jij mag zeggen. Oh, oké. Okay. Begin met een A. Wat zeg je nou? Begin met een A? Ja. Ja, die mensen die zitten allemaal te wachten. Doe het. Ze zitten allemaal met een kopje koffie zo voor hun mond te houden. Wat wordt het? Wat wordt het? Dus vertel. Authenticiteit. Juist. Jij zit altijd vast aan je zichtbaarheid. Dus zorg dat je oké bent met dat wat eraan vastzit. En zorg dat je dat gaat verspreiden. Want het is niet zo handig om de boodschap van de buurvrouw te vertellen. Want dan komt het toch minder goed over. Dus verspreid je eigen boodschap, blijf dicht bij jezelf. En ook in de wereld die zeg maar nu natuurlijk door artificiële intelligentie beheerst gaat worden, zal toch de stem van de gewone meneer en mevrouw harder gaan klinken. Want dat is wat we uiteindelijk willen. We willen uiteindelijk niet al die prachtige plaatjes met vooropgezette geluiden die allemaal goed zijn. Mensen die dus geen kikker in hun keel hebben. Maar die wil even de moeite nemen om even de microfoon uit te zetten als ze even moet hoesten. Dus dat gaat goed. Ja, dan hoeven we dat er niet uit te halen. Nee, maar authenticiteit. Jij hebt je eigen draagvlak. Jij hebt je verhalen. En die verhalen heeft AI niet. Jij hebt meegemaakt wat je hebt meegemaakt en dat heeft ervoor gezorgd dat jij bent waar je nu bent. Deel dat verhaal. Wees gewoon echt daarin oprecht en duidelijk en ja, jezelf. Ja.
Ik heb niks aan te vullen. Je hebt het helemaal fantastisch gedaan met de kikker in je keel. Dus of de kikker is eruit, dat weet ik niet. Maar je doet het goed. Ja, ik ben een beetje verkouden, merk ik. Dus het is, ja. dat slaat je dan op je keel. En dat, nou ja, weet je, dat zijn ook allemaal dingen die er gewoon bij horen. Wij gaan naar een nieuw onderdeel in deze show. En ik heb er helemaal zin in. Een nieuw onderdeel in deze show? Ja, ja. Op veler verzoek hebben wij. Ja, ja, ja. De minuut van Thorsten. De minuut van Thorsten. We hadden vorige week hadden we ook, dat is geen nieuw onderdeel, de minuut van Hansie. Dus daar kan het niet aan liggen. De minuut van Thorsten, over zichtbaarheid. Ik wilde eigenlijk even aandacht vragen voor het volgende. Wees niet perfect. Jongens, er is niks perfect. En perfectionisme dat verlamt. Ga gewoon beginnen. Wees gewoon jezelf. Doe dat authentieke, intelligente deel van je aanzetten. Dat willen mensen zien. Ik weet dat als je op sociale media gaat, dat je met meer kijkt naar soms de kritieken die je krijgt, of dat je weinig kijkers hebt in het begin, maakt dat helemaal niet uit. Want onze hersenen zijn gemaakt van klittenband voor problemen en kritiek, en hebben een anti-aanbaklaag voor complimenten en kansen. Dus weet het, doe het gewoon. Kijk niet naar het resultaat wat je wil bereiken, maar kijk wat je neerzet. En als veerkrachtexpert zeg ik, beweeg mee, veer mee. Dit is een grote verandering, zichtbaar zijn op sociale media. Maar met behulp van AI kan je straks jouw mensen en jouw kringen uitbreiden en meer verbinden. En daar gaat het om de komende tijd. Ik heb het gisteren ook weer gehoord. Het gaat alleen maar over menselijke verbinding. En als je gevonden wil worden, moet je dat op sociale media doen. Dat was de minuut van Thorsten. Ik kwam even binnen. Ja, kwam die even binnen? Nou, gelukkig. Ja, die kwam echt even binnen. Dan heb ik het goed gedaan. Ja, echt. Je hebt echt een mooi podium gepakt. Goed zo. Nee, ik meen het serieus. Voordat mensen nu denken dat ik zeg maar echt... Nee, ik meen het echt serieus. Het kwam even binnen. Ik vind het Misschien even een tipje van de sluier. Iedereen denkt dat wij het heel erg eens zijn met elkaar. Dat zijn we ook wel eens heel erg niet. En dan hebben we allemaal van die standaard woorden, zoals van je bent er weer met een gestrekt been ingegaan. Bijvoorbeeld, dat zeggen we dan tegen elkaar. En inderdaad, even deze toelichting inderdaad, die je net gaf. Hè, van ja, hoe bedoelde ik dat nou? Ja, ik zal het nog even verduidelijken, dus dat is ook zo eentje. En als we echt een beetje bleu zijn, dan zeggen we, je kan nooit genoeg flamingo's hebben. Dus zie je, en dat gaat... Dat krijg je niet van AI te horen, dit, hè, jongens. Huppakee. Dus dat is mooi. Ja. Ik had ook, zeg maar, mijn minuut. Dus die gaat even in. Want ik heb altijd dan die tips. Dus daar komt de meest belangrijke deel van de uitzending. Dames en heren, Hansje Kok met haar tips. Ja, tip 1. Besluit met welke reden jij zichtbaar wil zijn. Het lijkt mij gewoon absoluut belangrijk dat je echt gewoon gaat kijken... Wat is nou mijn nummer 1 reden om zichtbaar te zijn? Want zichtbaar zijn om het zichtbaar zijn, dat heeft eigenlijk niemand echt geholpen. Dus zorg dat je een goed doel hebt. Tip 2. Wat wil je doen om zichtbaar te zijn? Denk dus aan bloggen, een boek schrijven, video's maken, podcasten. Dus zorg dat je je eigen vorm vindt waarmee jij zichtbaar naar buiten zou willen komen. En dat kan voor iedereen echt anders zijn. Van mij, Bart, ga je prachtige gedichten posten elke dag als dat jouw manier is. Ja, weet je, we hebben nog te weinig poëzie. Of misschien ben jij wel iemand die heel graag schildert. Maak een schildering. Dus de vorm is echt gewoon, denk ik, heel erg dicht bij jezelf te blijven daarin ook. En ook dat kan AI niet voor jou doen. Waar wil je zichtbaar zijn? Dus wat is je platform om zichtbaar te zijn? Wil jij zichtbaar zijn in zalen? Dus niet zozeer op social media, maar meer in de zalen. Zorg dan dat je daar zeg maar laat zien. Wil je meer zichtbaar zijn bij de plaatselijke school? Dan moet je daar naartoe gaan. Maar zichtbaarheid is in heel veel vormen. Want we zijn overal altijd op een bepaalde manier zichtbaar. En dan is zo'n school al een goed voorbeeld. Want denk aan op het schoolplein. Kun je al in gesprek met mensen. En vertellen waar je mee bezig bent. En dan de laatste tip die ik heb. En die heb ik dubbel. Ga het doen. Dat is echt waar. Hey, jongens, zie het advies van Nike. Just do it.
En dat is echt wel. Wij doen dat hier ook. Ik voel meteen een gedicht opkomen natuurlijk. Hè? Tuurlijk. Sneeuwt, de hemel geeuwt. De sneeuw blijft liggen als een sticker. Daar gaat uit mijn keel de kikker. Nou, prachtig. Ik bedoel, ik zou vooral zeggen, laat het niet je hoofdcore business worden op dit moment met dit soort gedichten. Volgende week gaan we weer verder met de volgende aflevering. Vandaag zijn we echt ingegaan op het menselijke aspect, want uiteindelijk moeten wij mensen het doen. Welke AI we ook hebben, dat is gewoon echt iets om te doen. Volgende week gaan we weer meer kijken naar zichtbaarheid in combinatie met kunstmatige intelligentie. We hebben het nu heel gehad over zichtbaarheid en authentieke intelligentie. En dat gaat ons mensen aan. Ja. Verbinden met elkaar. Ja. Dus, graag weer tot volgende week. En leuk als je erbij bent. En altijd tussendoor, als je nog vragen hebt of je wil een opmerking geven, alsjeblieft schrijf het eronder of vind ons even op social en zeg daar iets over. Vinden we leuk, want dat is namelijk een leuke interactie. En toch? Ja, helemaal mee eens. Dus ik wil zeggen, tot volgende week vrijdag. Same channel, same time. 8:00 's morgens zijn we er. Ja, tot ziens. Doeg!